Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben Nora Makar en vandaag een video in het Nederlands. Want ik wil praten over Ik ga leven van Lale Cool. En deze is naar mijn weten alleen nog maar beschikbaar in het Nederlands. Dus kan ik het beter nu ook in het Nederlands praten. Als je in Nederland woont, is er een grote kans dat je hierover hebt gehoord. Omdat dit boek vaak is besproken bij allemaal talkshows. Heel erg in het nieuws is geweest. En recent ook het NS Publieksprijs heeft gewonnen. Ik heb het boek recent gelezen met een boekenclub. Die bestaat uit allemaal vriendinnen die ik ken van het wielrennen. Wat heel erg leuk was. En daarom wilde ik er nu ook over praten. Ondanks dat het boek in het nieuws is geweest, wil ik toch beginnen met het boek een beetje beschrijven. Dus in het boek beschrijft Lale haar leven terwijl ze opgroeit in een conservatief Turks-Nederlands gezin in Amsterdam. En vooral hoe moeilijk dat is voor haar, omdat ze heel erg waarde hecht aan haar vrijheid. En dat dat niet echt strookt met hoe haar moeder heeft besloten dat ze haar leven moet leiden. Namelijk het dragen van een hoofddoek, het niet omgaan met mannen, het niet omgaan met niet-moslim mensen, het na school op tijd naar huis gaan om te helpen met allemaal huishoudelijke taken. En vooral hoe anders haar leven als vrouw anders is dan het leven van haar broertje bijvoorbeeld, die een man is. Of hoe zij het beschrijft, een snikkel heeft. En daaruit haalt zij ook heel veel frustratie en clasht heel vaak met haar ouders. Ze benoemt haar ouders ook haar verwekkers en ze noemt haar moeder Karbonkel. En er komt heel veel frustratie en woede omhoog. Ze gaat regelmatig hele hoofdstukken eigenlijk gewoon haar gal spuwen. En ondanks dat ik het heel erg begrijp, want op het moment dat ze dit schrijft zit ze nog in die situatie en voelt ze zich gevangen en kan ze nergens heen. En heeft ze dit al jaren en voelt ze al die oneerlijke dingen. Ik miste toch iets van afstand, iets van oké, dit is vervelend, maar ik ga dit eraan doen. Ik miste het last daardoor soms een beetje puberaal als iemand die alleen maar boos is en boos is en boos is. Nogmaals, ik begrijp het, maar ik ben heel erg benieuwd op het moment dat Lale dit boek opnieuw zou schrijven, bijvoorbeeld over 5 jaar, over 10 jaar, hoe ze dan zou terugkijken op haar ervaring. Een ander element waaruit blijkt hoe jong Lale is, is de schrijfstijl. Ze is student Nederlands. En volgens mij daardoor probeert ze al af en toe hele moeilijke woorden te gebruiken. En die voelen gewoon niet authentiek. En het lezen van die zinnen voelt daardoor gewoon, voelt gewoon niet soepel. En ik vroeg me af toen ik het las, dacht ik, nou dit ligt waarschijnlijk aan dat ik Frans ben. En dat ik gewoon niet gewend ben aan ingewikkelde Nederlandse woorden, ondanks ik ze allemaal begrijp, want de meeste hebben ook een link met dezelfde Franse woorden. Maar de mensen met wie ik het had gelezen hadden precies hetzelfde probleem. Ze werden steeds door die moeilijke woorden eigenlijk steeds uit het verhaal gehaald. En het voelde heel erg alsof die woorden erin zaten, erin werden gezet met opzet. Terwijl de delen waar dat niet het geval was, gewoon helemaal prima lazen en daar geen issues mee was. Dus dat was ook iets waarbij ik benieuwd ben naar hoe Lale haar schrijfstijl zich zal ontwikkelen. Maar in dit boek was het af en toe wel echt een beetje frustrerend. En ik vraag me ook heel erg af waarom ze dat heeft gedaan. Je leest heel vaak dat Marokkaans-Nederlanders of Turks-Nederlanders of Surinaamse-Nederlanders zich gedwongen voelen om heel goed Nederlands te spreken op het moment dat ze met Nederlandse Nederlanders spreken. Omdat ze snel worden weggezet, sneller dan Nederlandse Nederlanders, als dom. En dat ze voelen dat als ze heel erg deftig taalgebruik of normaal taalgebruik, dat ze dat dan minder hebben. En ik vraag me af of dat Lale dit ook met opzet heeft gedaan. Om te laten zien van, hey, maar ik ben niet een random dom iemand, ik ben academicus, kijk mijn taalgebruik. Ik vraag me af of dat daaraan ligt, maar ik heb oprecht geen idee. En nogmaals, ben heel erg benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Lale alterneert een beetje tussen hoofdstukken waarin ze haar eigen leven beschrijft en hoofdstuk waarin ze een beetje oreert over sociale dingen, economische dingen, en positie van het geloof, et cetera. En die hoofdstukken zijn heel erg, het verschil tussen die hoofdstukken is gewoon best wel groot. En zeker die hoofdstuk waarin ze een beetje oreert, ja, doen niet heel erg veel. Verder uit de interessantste delen is wanneer zij haar leven beschrijft. Of dat nou is
hoe het de thuissituatie is, of het gewoon het leven met haar vriendje is, of het situaties met de vrienden van school, van de studio, whatever. Die zijn leuk, die zijn interessant, die scheppen een, ik weet niet, een beeld, een concept, dan snap je waar ze vandaan komt. De delen daarentegen waarin ze heel erg een punt probeert te maken door te discussiëren, werkte iets minder goed. Dan was het eigenlijk veel minder effectief. En ze waren ook op een of andere manier heel erg herhalend. Ze komt heel vaak terug op het verschil tussen man en vrouw. En ik bedoel, helemaal mee eens. En dat moet ook heel veel besproken worden. Maar ze kwam nooit met heel veel nieuwe dingen. En wat ik een beetje jammer vond. Aan de andere kant had dat ook wel voordelen. Want ik ben iemand die, als het gaat om de integratiekwestie, heel erg denkt, kijk, integratie komt van twee kanten. Maar ik ben van mening dat de bulk van waarom het zo moeilijk is, ligt bij de Nederlandse Nederlanders. En dit is een boek waar dat heel erg laat zien dat het ook van de Marokkaanse Nederlanders, of in dit geval Turkse Nederlanders, kan komen. En dat botste met mijn beeld. En doordat ze het vaak herhaalden, heb ik kunnen inzien van wacht, de weerstand die ik voel is omdat mijn visie van het leven niet zo is. En dat ik nu een situatie laat zien dat daar niet mee past, betekent dat ik het niet geloof. Maar dit is gewoon herervaring. Ik kan dit niet geloven. Dit is wat zij zegt. Dus in die zin was het voor mij wel goed dat ze het herhaalde. Want daardoor kwam het op den duur ook een beetje binnen. Maar alsnog, veel herhaling niet per se fijn. En helaas was die herhaling ook onderdeel van iets anders wat ik een beetje lastig vond. Is het gebrek aan richting. Het heeft wel een rode draad. De rode draad is hoe moeilijk het is om op te groeien. Familie op het moment dat familie jou iets oplegt wat je zelf niet wilt. Want ze zegt niet, dit is een probleem van Turkse Nederlanders, of conservatieve Turkse Nederlanders. Ze maakt hem soms ook de vergelijking met, hey, de SGP stemmend Nederland heeft dit ook. Dus daar ligt het niet in. Het ligt echt aan het opgroeien op het moment dat je zelf iets anders wilt dan je verwekkers in dit geval. Maar er zat niet echt een opbouw in het boek. Er zat niet echt een conclusie per se. Tenminste, ja, ja, wel een conclusie, maar ik geloofde de conclusie op een of andere manier niet. En ik ben iemand die dat wel waardeert in boeken. En daardoor vond ik dit ook. Het was wel een boek dat ik bleef lezen, want ik was wel benieuwd waar het naartoe ging. Maar het ging niet echt ergens naartoe. En dat voelt dan toch een beetje frustrerend. En ik ben ook heel erg benieuwd naar het vervolg. Dat klinkt heel suf. Dat klinkt alsof dit een spannende serie is. Dat stopt op een cliffhanger. Terwijl het gewoon haar leven is. Ze heeft een freaking moeilijke leven. Als je het nieuws hebt gevolgd, weet je dat ze ondertussen ook heeft gebroken met haar familie. Omdat die er zijn achtergekomen wat allemaal in dit boek staat. En dat ze ook bedreigd is, et cetera, et cetera. Dus in die zin wil ik niet het vervolg lezen, want het is gewoon, het gaat om een mens. Aan de andere kant, zoals ik al een paar keer zei, ik ben heel erg benieuwd naar de evolutie die je meemaakt. Want haar ziel en zaligheid zit in dit boek en daardoor ben ik nu wel geïnvesteerd. En daar is het ook een goed boek voor. Door al die emotie en door al die naakte, ja, de waarheid die in deze bladzijden beschreven zijn. Maar nogmaals, iets meer afstand, iets meer opbouw, maturiteit zou ik het bijna willen noemen, zou het volgens mij echt nog beter maken. Ik weet uiteindelijk niet zo goed wat ik vind van dit boek. Want aan de ene kant, ik zie heel erg de waarde van dat dit soort verhalen worden verteld. Ik denk dat het ook heel veel meiden of jongens kan helpen die zelf ook in zo'n situatie leven om te weten, ik ben niet alleen. Aan de andere kant, er zijn al veel verhalen van mensen die zich op zo'n soort manier opgesloten voelen. En dat heeft Lale zelf niet geholpen. Een stem die ik miste was de stem van andere moslimmeiden die ook geen hoofddoek willen dragen. Dat miste ik heel erg. Dus ik zie heel erg de waarde. Ik ben ook deels bang voor dat bericht hierin niet voor verkeerde doeleinden gebruikt gaat worden. Dus dat mensen zeggen van, nou, zie wel, we moeten mensen dwingen om een hoofddoek af te doen, bla 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 bla. En heel erg, het ligt niet aan de Turkse cultuur of de moslimcultuur. En ik ben bang dat mensen dat wel zo gaan interpreteren. Ik zie ook de waarde van dat het rouw is, omdat ze erin zit en hoe goed zo'n verhaal is. Maar dat had ook wel kanttekeningen. Het taalgebruik, het gebrek aan richting, het conclusie, het puberale bijna. Dus ik weet niet wat ik hiervan vind. En misschien maakt dat het ook wel een goed boek, dat je er nog wat langer mee bezig bent, wat je er nou
dat er meerdere kanten aan zijn. Dingen die voor jou wel werken, dingen die voor jou niet werken. En dat is ook als je twijfelt of dat dit boek iets voor jou is, zou ik ook wel bijna willen zeggen, nou, ga er vooral voor. Want dat maakt het ook een interessant boek. En dat maakt ook dat ik heel erg geïnteresseerd ben in wat andere mensen hierin lezen. Want dat is dus ook afhankelijk van je eigen perceptie van dingen. Dus ik ben heel benieuwd wat, als je het boek hebt gelezen, wat je er zelf van vond. En of je denkt dat je het gaat lezen naar aanleiding van deze video of andere dingen die je hebt gehoord. Voor nu, dank je voor het kijken en ik zie je volgende keer. Doei! Pa-tjam, pa-tjam, tjam.